Hey Jan, ik heb nog eens naar je video's gekeken. Ik denk van, kan ik er nou nog wat meer uithalen? Dit zijn gewoon de drie originele video's. En ze zijn grofweg gesynchroniseerd op het moment van induiken. Maar ja, het is niet zo goed te vergelijken. Dus ik heb ze nog een keertje opnieuw op volgorde gezet. Ook weer met het induiken als synchroonpunt. Maar dan eventjes allemaal uitgekalibreerd. Ze bewegen een beetje mee. Het zijn bewegende camera, het is een beetje lastig. En eigenlijk is het niet zo heel erg veel verschil op het eerste oog zo bij de sprongen. Toch is het de eerste, de tweede, de derde poging. Dus er moet wat verschil zijn. En waar zit het dan? Nou, dit is het gesynchroniseerd op het moment van loskomen. Dus je kijkt naar de afzet en kijkt van, is het nou beter? De eerste poging zei je van, ja, dat was eigenlijk niet zo'n goede afzet. En toen gingen we praten en toen vond jij iets over de afzet? En ik zei iets over de armen. Met name dat ze gestrekt moesten worden ingezet in het juiste vlak. Dus in dit geval dat de camerapositie naar de camera toe. Hoe meer de arm in het cameravlak blijft, hoe beter het is. Dus hoe minder die naar voren wijst of naar achteren wijst, hoe beter het is. Nou, dan gaan we kijken. En dan zien we dat ze op het moment van loskomen er verschillen zijn in de afzet. Nou, jij had het over zeg maar of je je benen meer of minder uitstrekte. En ik heb het moment dat je loskomt, dat is hier. Hier komen ze overal los. En dan zie je dat er verschillende beenbuigingen zijn op het moment van loskomen. En je kan zien dat ze loskomen, want de voeten dan letterlijk van de toren afkomen. En dan zie je dat de hakken duidelijk aan stijging krijgen. Daar zitten kleine verschillen in houding. Maar wat overeenkomt is dat je overal je romp heel hard naar achter toe gooit. Dus in plaats van het duw van de benen is de rompduw, de rotatie die je in je romp gooit, is eigenlijk de grootste reden dat je die sprong überhaupt maakt. Nou, dat is natuurlijk niet oké. Okay. Je moet gewoon echt afzetten. En daarmee blijf je dan wat rechterop en krijg je minder torsie op je heup. Nou, dat ga ik laten zien. Als je dus weggaat hier, dan wil je zo gestrekt mogelijk zijn. Dat lukt bij de eerste en de derde, lukt dat redelijk goed. Bij die tweede blijf je gewoon vrij slecht. Maar ja, daar was je ook heel erg aan het proberen om de armen goed te doen. En wat je ziet is als je een beetje hoogte maakt in de afzet, dat natuurlijk altijd lekker is. En hoe rechter je op blijft, hoe ook beter is. Maar ja, dat lukt eigenlijk bij geen andere, bij geen enkele. Je ziet allemaal die rompduw heel snel door. En dan pas de benen. Dus nog een keertje terug. Zo. Dan zie je dus, kijk maar naar hoe je romp staat. Die staat hier naar voren toe. Nou, daar kunnen we even een tekeningetje van maken. Ja, dus je hebt zeg maar deze rompbuiging. En dan ga je afzetten. En dan zie je dat die ontzettend. Hè, je bent nog niet eens los hier zo. De beenhouding is niet veranderd. Maar je bent wel al zo ver rechtop gaan staan. En dan ga je nog verder kijken. En dan komt er nu pas een beetje beenduwing. En dan zit je romp staat al helemaal hier. Dus je romp later doorduwen is beter, want dan heb je meer beenstrekking, heb je 10 centimeter, 20 centimeter meer hoogte, geef je al meer tijd. Nou, de benen komen bijna nooit tot volledige strekking, dus dat is ook een slechte. En je moet uit je heupen springen, maar niet uit je knieën. En nou over de schroef. Nou, die arm moet zo gestrekt mogelijk in. Bij deze blijf je heel gestrekt in de armen. Hier ben je al gebogen ingezet. Hier ben je ook aan het gebogen aan het inzetten. De rechterarm die begint wat later. Dat is logisch. Rechterarm in beweging is gewoon wat moeilijker. Maar hij heeft wel een goede ruime schroef. Tegelijkertijd kan je zeggen, omdat je in begint te zitten terwijl je erg hol bent, is het overal de benen uit elkaar komen. Dus omdat je zo hier zo hol bent met die hangende benen, heb je overal dat je benen uit elkaar komen. Dus hier heel erg. Hier heel erg, daar heb ik maar hoor. En hier het minste, omdat je hier nog het beste in de afzet zat. Nou, dan gaan we verder kijken. Zal deze eventjes weghalen. Ja, deze die ging eigenlijk het snelste schroeven.
maar was niet het ruimste. Deze begint wat later. Keurige rechterarm. En je ziet dat hij een beetje in de verkeerde kant steekt. Hij zou nu nog eigenlijk of al dichter bij het liggen moeten zijn. Dat is eigenlijk beter. Maar in ieder geval meer naar voren toe. Dus hij zou meer van je lichaam af moeten zitten. Hij zit te veel naar de zijkant toe. Dus je begint wel aan de zijkant. Maar je begint daar. En dan gaat hij terug naar voren toe. Lastig. Want die beweging die doet, zoals je hem oefent op de kant. Is niet hetzelfde als wat je doet in de lucht. Nou, de wisseling hier is heel erg goed van die middelste. Bij allebei ben je al wat verder geschroefd. Deze heeft het minste nog schroef doorlopen, omdat je hier is, maar hij haalt hem in. Schat ik zo in. Nou, pakt hij de snelheid op. Hij blijft hier goed bij elkaar. Deze ben je al klaar, deze ben je al klaar. Nou, deze had nog niet de beste schroef, dat is duidelijk. Deze was eigenlijk het beste. De rechtste benen. En misschien wel, ik kan niet goed zien waar de toren hier zit. Maar ik zie wel die lijn hier achter lopen. Dus deze lijn. En die camera die zit elke keer op dezelfde hoogte als ik aan het filmen ben. Dus dat is wel ongeveer te zien. Ja, deze, die derde was de beste in ieder geval. Die had in ieder geval de beste afzet ook. Maar dat valt dus nog veel te verbeteren. Romp rechterop laten staan als je weggaat. Knieën beter doorstrekken. Arm recht inzetten. En dan voor de rest is het allemaal hetzelfde. Maar even nog even kijken naar de landing. Dus degene die het laatst het water raakt. Want ik heb het gesynchroniseerd op de afzet. Die doet in principe het beste. Nou, dat is de eerste niet. Dan zet je te laag. En de tweede en de derde. Die hadden ongeveer dezelfde vluchttijd. Nou, de tweede was de beste. In de meeste luchttijd. Nou kan ik het dus één beeldje. Dus dat is zeg maar 1/30ste van een seconde. Dus het kan ook een synchronisatiefoutje zijn van mij. Dat is moeilijk te zien. Ik kan mijn camera eigenlijk wat hoger moeten zien. Dat ik veel beter je voeten kan zien als ik dat synchroniseer. Nou, interessant. Nogmaals. Romp minder doorgooien. Knieën beter doorstrekken. Dit zijn een combinatie. De duw van de benen moet helemaal zijn. Dan pas de romp. Dan de rechterarm inzet. En dan zal je gewoon meer winst boeken met de sprong. Nou, ik hoop dat je wat aan de hand hebt gehad. En succes ermee.